Beste leden, dagelijks zien we de verschrikkelijke beelden van de Oekraïne op onze tv-schermen komen. Nederland is gasvrij, Nederland is vrijgevig. Als LTO sluiten we daarop aan. Met voedselpakketten, welkomstpakketten voor Oekraïners die naar Nederland komen. En we inventariseren de woon- en verblijfplaatsen bij agrariërs op het erf. In 3 weken tijd staat de wereld totaal op zijn kop. Ook in Nederland. De voedselonzekerheid in de wereld neemt toe. In Nederland leidt dat tot hoge kosten, inflatie. Ook bij u op het erf. Granen zijn duurder, grondstoffen zijn duurder. Kunstmest 4 keer zo duur. Maar ook de kosten bij u op het erf, als zijnde gasprijzen die hoog zijn, dieselolie die duur is. En al die prijsverhogingen moeten doorberekend worden uiteindelijk in de keten naar de consument. Dus dat leidt op inflatie. Maar uw inkomen staat daarmee wederom onder zware druk. Daar zetten wij als LTO op in om compensatie en ondersteuning voor boeren en tuinders in Nederland. Bovenop deze kosten die op uw bedrijf drukken, is de stapeling van regelgeving. Ik doel dan op het 7e actieprogramma nitraatrichtlijnen, maar ook over het Brabantse veehouderijbesluit. Stapeling van regelgeving. Uit onderzoek blijkt dat 1500 boeren gaan stoppen. Onacceptabel. Op 5 april dan starten we met een langdurigere actie om de regelgeving, de regeldruk, onder de aandacht te brengen en die van tafel te halen. Deze week hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met onze biologische boeren en tuinders, samen met Bionext. De samenwerking met POV staat onder druk. Wij roepen POV op om voor 1 april de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Wij beloven u dat hoe dan ook het geluid van varkenshouders binnen LTO, binnen ZLTO, goed vertegenwoordigd blijft. Dit jaar staat in het teken van 70 jaar Sociaal Fonds. 70 jaar zorg voor collega boeren en tuinders. Voor boeren en tuinders die het wat moeilijker hebben. En tenslotte zijn we heel erg blij met de mooie en goede aanwas van nieuwe leden binnen ZLTO. Wij danken u voor uw steun.